Van harte goeiedag en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is het dagelijkse programma waarbij we dus ingaan op alles dat te maken heeft met de COVID-19-pandemie. De pandemie heeft de wereld in haar greep en Suriname is daar geen uitzondering op. Als we kijken naar de COVID-website deze morgen, dan zien we dus dat we de 500 besmette gevallen reeds gepasseerd zijn. Het staat op 501. Actieve cases, dat zijn er 271. Gelukkig zijn er 217 mensen genezen verklaard. Jammer genoeg hebben we 13 levens te betreuren, waarvan 2 gisteren. Dat is toch wel een klap in ons gezicht. Op dit moment zijn er 341 mensen in quarantaine. Dat is de stand van zaken. Laten wij u voorhouden dat deze cijfers gedurende de dag kunnen veranderen. Maar goed, in het programma praten we dus met mensen die vanuit hun professie hun blik werpen op de COVID-19-pandemie. En we hebben vandaag in de studio een fysiotherapeut en dat is Henriette Ons. Emmanuels, Henriette, goedemorgen. Welkom in ons programma. Goedemorgen, Marciano. Ik ben inderdaad heel goed bevriend met Henriette, dus we doen het met Henriette. Laat me beginnen met, ik blijf steeds herhalen, 13 maart is zeg maar de cruciale dag geweest. De dag waarop bekend werd dat Suriname een eerste COVID-geval had. We zijn nu een paar maanden verder. Gisteren is de 13e dode genoteerd, 2 op 1 dag. Als je kijkt naar de afgelopen periode, de afgelopen maanden, Henriette, persoonlijk, als Surinaamse gewoon, als vrouw, als moeder, hoe heb je dat ervaren? Nou, het was, je kijkt natuurlijk internationaal naar wat er gebeurt en je weet dat er nog steeds vluchten zijn. Dus mijn angst was werkelijk dat het zou komen. We wisten dat het zou komen, alleen niet wanneer. En toen het eenmaal gebeurde, het werd bekend op een vrijdag. En eigenlijk was iedereen gelijk in paniek van ik moet gaan schuilen, ik moet voorzichtig zijn, want het is in Suriname. Maar veel was onbekend. Er was nog heel veel onbekend. We wisten ook niet hoeveel personen besmet waren en hoeveel contact er al was geweest met die persoon. Dus er was heel veel angst. Maar heb je het idee dat, het was inderdaad een ver van mijn bed show en toen was het ineens midden tussen ons. Mm-hmm. Heb je het idee dat Surinamers nu goed genoeg geïnformeerd zijn over COVID-19? Het was in eerste instantie best wel een angst. Ik heb het ook gemerkt aan mijn patiëntenbestand. Voordat ik een aantal patiënten belde van luister, dit is de situatie, hadden ze me al een app gestuurd van ik kom niet. Mensen waren direct eigenlijk bang, geschrokken. En vlak daarvoor had ik ook al aan mensen gezegd van probeer alvast. Was dat trouwens een terechte angst? Het was een terechte angst, ja. Omdat je dus beelden ziet in het buitenland, zag je in het buitenland. En die periode was het in Italië zo erg. Mm-hmm. En natuurlijk, het was heel erg in Italië, omdat het aantal besmette mensen in één keer zo groot was. Dus het systeem kon het niet aan. Dus je zag taferelen van mensen die half dood op straat lagen. Anderen waren al overleden. Ja, er zijn beelden geweest op televisie waarbij mensen echt snakten naar lucht. Helemaal kortademig waren. En ja, dat doet je toch wel wat. Mm-hmm. Nu heb je een beroep waarbij je vrij frequent in contact bent, fysiek contact bent, ja, met patiënten. Wat heb je moeten doen, wat voor aanpassingen heb je moeten plegen om toch nog te blijven werken? Ja, ik heb eerlijk gezegd een appje gemaakt. Dat heb ik naar de cliënten gestuurd van luister, COVID is real in Suriname. En behoort tot een van de risicogroepen, die had ik allemaal benoemd, mensen met onderliggende aandoeningen. Kankerpatiënten, oudere mensen, maak je gebruik van openbaar vervoer, voorzichtig. Maar een aantal mensen had ik sowieso zelf gezegd van kom voorlopig niet. En ze begrepen dat ook direct en ze wilden eigenlijk ook even thuis blijven. En ik heb wel doorgewerkt, maar meer met een groep waarvan ik zeker wist van oké, jij bent iets een beetje veilig om naar de poli te komen. Je komt niet in contact met heel veel mensen. Het zijn echt mensen die van huis uit naar de praktijk kwamen. En mensen komen naar jou toe om te genezen van iets, om beter te worden van een kwaal. Betekent het dat dat proces een beetje vertraagd is geworden? Waren er mensen thuis die hulp nodig hadden en vanwege de situatie dus geen hulp konden krijgen? Ja, oké, dat is werkelijk een hele goede vraag. Een aantal mensen heeft zelf aangegeven, luister, ik doe mijn oefeningetjes. Het is nog te dragen. Ik kan meer redden, dus ik wil uit veiligheid voor mezelf en voor mijn gezin liever niet bij u komen. Maar er waren echt mensen die me steeds appten van mag ik toch komen en dit en dat. En ik had echt zoiets van vraag de dokter even om meer pijnstilling, vooral als je een acuut rugprobleem hebt. Toch? En probeer eerst een beetje te rusten. En toen het een beetje
anders eruit zag en ik ook mijn maatregelen had getroffen in de praktijk, heb ik een aantal mensen wel weer doorbehandeld. Maar het was echt een bestand van misschien maar 10%. Mm-hmm. Ik ben toch benieuwd, mensen komen naar jou toe. Wat is het protocol, zeg maar, vanaf binnenstappen in je poli tot weer naar buiten gaan, de behandeling? Ja, de mensen komen naar mij toe. Ten eerste moeten ze zorgen nu dat ze een mondkap dragen, een neusmasker. Dat is verplicht? Dat is verplicht bij mij en ze moeten een heel groot laken meenemen. Of een grote strandbaddoek, zodat ze weten dat ze op hun eigen materiaal liggen. De handen moeten natuurlijk schoon zijn en daarna heb ik wel gewoon close contact. Ik werk zonder handschoenen, anders kan ik niet voelen. Mm-hmm. En belangrijk voor mij is natuurlijk mijn eigen bescherming en dat ik niet met mijn handen in mijn gezicht ga. Mm-hmm. Het is wel zo dat ik altijd al heel strak was met mijn hygiëne. Dat men soms vond dat ik smetvrees had. Ik was mijn hand per dag te veel, dat ik zelfs een eczeemallergie op mijn handen heb gehad in het verleden, waardoor ik gezegd ben geworden door een dermatoloog geen desinfecterende zeepen meer te gebruiken, maar gewone zeepen. Maar daarnaast bespuit ik de deurknoppen met Lysol, het bed wordt met Lysol schoongemaakt, de mensen zien ook dat je het reinigt. Als de persoon in de wachtkamer heeft gezeten op de stoel en ik hem naar binnen haal, spuit ik de stoel ook weer. Dus we zorgen er wel voor dat we alles desinfecteren waar iemand tegenaan geweest is. Oké. En we hebben dus een, zeg maar, een total lockdown gehad, 2 weken. Daarna zijn de maatregelen iets wat versoepeld. Is jouw werkwijze, is jouw procedure veranderd ten opzichte van, zeg maar, een maand terug? Nee. Ik heb nog steeds dezelfde procedure. En de groep die thuis is, is nog steeds thuis. Ja, precies dezelfde procedure. Omdat ik vind dat de situatie eigenlijk verergerd is. Toch? En niet verbeterd. Dus waarom zou ik dan een andere procedure moeten handhaven? Nee, het is precies hetzelfde. Dan misschien een lastige vraag, maar vind je dat die total lockdown versoepeld had moeten worden? Of konden we nog even verder gaan? Want we merken inderdaad een toename van het aantal besmette gevallen, een toename van het aantal doden, mm-hmm. maar die versoepeling is gekomen. Ja, ik denk dat de deskundigen een versoepeling hebben aangeraden, omdat men al heel gauw doorhad dat het om clusters ging. Maar dan sluipt er bij mij toch wel het gevaar om te denken van, heb je wel alle contactpersonen goed kunnen tracen? En ook als je buiten kijkt naar het gedrag van de mensen, ook tijdens de lockdown waren er sommige mensen toch gewoon op straat, toch? En soms was er een avondklok van 8 uur. En wij wonen best wel aan een drukke straat. En dan zit je op het balkon, 9 uur, 10 uur 's avonds, zie je nog steeds mensen op straat. Dus ik heb het gevoel alsof mensen het ook niet serieus namen. En nu ze hebben gezegd dat de lockdown is opgeheven, hebben sommigen het idee alsof we geen COVID meer in Suriname hebben. En dat is het niet. De cijfers bewijzen anders. We hebben de afgelopen dagen het hoogste aantal besmettingen per dag steeds gehad. We hebben gisteren 2 doden gehad. Dat is voor het eerst sinds zeg maar de intrede van COVID-19. Dus ik denk dat de cijfers ons met de neus op de feiten drukken. Hè? Ja, precies. Ja. En dat probeer ik dan ook zo te delen met de mensen om me heen. Want je probeert toch ergens een beetje awareness. Je wil mensen niet angstig maken, maar het is wel de realiteit. En nu werk jij vanuit jouw professie heel vaak, heel veel, eigenlijk alleen maar met het bewegingsapparaat van mensen. Concreet, hoe belangrijk is bewegen, hoe belangrijk is in shape blijven in deze periode van COVID? Heel belangrijk zelfs, want bewegen zorgt er eigenlijk voor dat je doorbloedingssysteem ook goed blijft, toch? Je spieren zijn goed doorbloed en als je spieren goed doorbloed zijn, werkt het ook door op jouw organen. En jouw hele fysieke gesteldheid, jouw mentale gesteldheid, dus het bewegen is heel belangrijk. Zijn er dingen vanuit jouw beroep die mensen in het algemeen nog moeten weten of die benadrukt moeten worden? Die benadrukt moeten worden? Kijk, men zegt wat deze ziekte betreft dat de mensen die een predispositie hebben, dus een onderliggende aandoening, als eerste zullen sterven als ze het krijgen. In ieder geval, de kans is groter. Maar we hebben ook verhaaltjes gehoord van mensen die ook wel fit waren. En uiteindelijk heeft het virus ze toch wel zodanig kunnen tackelen dat ze het niet hebben overleefd. Nu denk ik eraan van, of we weten dat COVID een virale infectie is. En een virus kun je eigenlijk alleen maar bestrijden met goede voeding, vitamine, mineralen. Je immuunsysteem moet versterkt worden. En het immuunsysteem is eigenlijk het systeem wat het virus moet fighten. En dat gedeelte zal denk ik wel ook belicht zijn geworden door een diëtiste.
Toch? En daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we fysiek ook goed in conditie blijven. Want ik ga eventjes verder. Lang liggen op bed, bijvoorbeeld als gevolg van een intensive care opname. Als je al een week op bed hebt gelegen, heb je al verlies van 10-12% van jouw spiermassa. Dus lig je 3 weken in het ziekenhuis aan de beademing en je eraf komt, zit je al op een 40% eigenlijk verlies van spiermassa. En die spiermassa is juist zo belangrijk om jouw lichaam weer in beweging te brengen, om jouw lichaam te laten herstellen. Dus daarom is het goed om nu ook te werken aan een stukje conditie spiermassa. Dus zodra het, als je de pech moet hebben om het te krijgen, dat jouw start zeg maar, van deze ziekte, feiten, toch een betere is dan niets te hebben gedaan voor die tijd. En nu Henriette, weten we dat jij al heel vroeg ingezien hebt hoe belangrijk, nou dat heeft iedereen ingezien, hoe belangrijk, maar dat je inderdaad concrete stappen hebt genomen om dat te gaan bevorderen door middel van het maken van filmpjes. Klopt. Wat leren deze filmpjes mensen? Ja, kijk, er zijn landen geweest die deze crisis eigenlijk vanaf december hebben ervaren, januari, februari, we konden van ze leren. Ik ben 6 jaar in de functie geweest van Primary Contact Fund voor de Wereldorganisatie in Engeland. Dat is eigenlijk de eerste aanspreekpunt van Suriname, dus de vertegenwoordiger van Suriname in het buitenland. Okay. En in die 6 jaren heb je toch het een en ander geleerd, meegewerkt ook aan protocollen. Ik heb in subgroepen gezeten voor de fysiologische belasting van het lichaam. En daar heb ik dus ook heel veel geleerd van andere collega's, hoe de aanpak is. We hebben samengewerkt aan protocollen. En ik heb ook nog steeds contact met collega's. En in deze hebben Aziatische collega's mij al heel veel informatie opgestuurd. Wat er in het lichaam gebeurt als de mensen deze ziekte krijgen. Want het was een nieuw virus, dus er was ook niet zoveel bekend. En zij gaven dus aan dat de mensen dus de longklachten ontwikkelen. En de klachten die de mensen krijgen, eigenlijk als het systeem het niet zelf kan fighten, dat er dus naar de longen slaat en dat er een fibrose ontstaat. Fibrose is? Een fibrose van de longen is net een stukje verbindweefseling van het longweefsel, net een soort litteken. En okay. Een litteken is weinig elastisch. En dat geeft dus aan jou, als je dat ontwikkelt, de fibrose, en afhankelijk van hoe groot het gebied is van de fibrose, kun je dus minder ademvolume hebben en minder elasticiteit van de longen. En daarom heb ik in het begin dus het filmpje gemaakt om aan te geven van hoe ziet een goede ademhaling eruit, wat kun je zelf doen nu in de thuissetting om die ademhaling alvast te oefenen. Want als je kortademig wordt, bij de meeste patiënten zie je dat, kun je met rustige oefeningen en met praten, kun je de mensen helemaal tot rust brengen. Want als je kortademig bent, word je angstig. En die angst maakt eigenlijk dat je je ademhaling juist niet goed kan reguleren. Dus met goede informatie en goede tips kunnen ook zieke mensen veel beter ademen en worden ze minder moe. Dat is dus een instructiefilmpje. Ja. Dat was het eerste filmpje. Hoe hebben mensen daarop gereageerd? Dat is het meest bekeken filmpje. We schrokken eigenlijk ervan. Het is zelfs internationaal gegaan. Het is naar Amerika geweest. Ik heb heel veel berichten gehad uit Curaçao, Aruba, België, een hele grote groep. En omdat ik het dus minder druk had, want als je maar 10 patiënten per week behandelt, heb je het niet druk. Mm-hmm. En ik ben toen een beetje begonnen met telehealth. De mensen mochten contact met me opnemen en ik heb dus via beeldmateriaal en praten, heb ik dus een aantal mensen kunnen helpen. En er kwamen daarna nog 2 filmpjes? Klopt. Ging het over hetzelfde? Ja, het tweede filmpje is ook in die periode gebeurd waarbij we nog, toen hadden we maar 1 dode en 10 besmette personen. En toen heb Zo vroeg al was je bezig? Ja, dat was ergens in begin april heb ik die filmpjes gemaakt. En het tweede filmpje was, wat kun je in de thuissetting als gezin doen om samen te werken aan een goede, zeg maar, longconditie. Ja. En het ging om 3 oefeningetjes, simpele oefeningetjes, die iedereen kan doen. Dus de mobiele persoon, maar ook de persoon die rolstoelgebonden is, toch? Want ook een gehandicapte persoon die niet actief kan trainen, die moet ook werken aan een betere longconditie. Dus, en het was eigenlijk ook meer omdat polyklinieken waren gesloten, fysiotherapeuten werkten soms niet, sommigen wel. En dan moet je toch ergens hulp vinden. En iedereen was eigenlijk bang vanwege de besmettelijkheid. Dus
als je in een situatie zou komen, vooral het eerste filmpje, zoals bijvoorbeeld beelden zoals Italië, dat massa's mensen naar het ziekenhuis werden gebracht en ze eigenlijk in de rij stonden voor hulp. En als deze mensen dus instructies hadden gehad van tevoren, hadden ze zichzelf al rustig kunnen maken bij wijze van. Mm-hmm. Toch? Of een familielid die met ze kon praten en zo. Dus vandaar dat ik eigenlijk die film heb gemaakt, zodat de mensen zichzelf konden helpen. Nou, ik denk dat veel mensen zich zullen afvragen, kunnen zij die filmpjes ook zien? Ja, tuurlijk. Waar kan dat? De filmpjes zijn op YouTube te vinden. Waar moeten ze zoeken dan? Ze kunnen het vinden onder de naam Frank Ons. Of, Frank Ons. Ja, of ze kunnen hem vinden onder Spread the Good, Not the Virus. Oké. Okay. Ja. En is het bruikbaar voor iedereen? Het is bruikbaar voor ieder. Ja. En Henriette, heb je meer reacties gehad? Heb je reacties gehad van mensen die, zeg maar, probleempjes hadden, die met zichzelf in de knoop zaten, die naar dat filmpje gekeken hebben, de instructies hebben opgevolgd en positieve resultaten hebben gehad? Jawel. Ik heb ook niet-corona-patiënten, want we hadden toen niet heel veel in Suriname. Ik heb ook mensen kunnen begeleiden met astma. Want ook voor die mensen waren die oefeningetjes goed. En er was één meneer bij, het is best wel mooi om te vertellen, dat die meneer eigenlijk helemaal ondersteboven was van zichzelf. En zijn vrouw zei ook van, hij is bang dat hij het al heeft. En dan heb je een gesprek met zo iemand en dan merk je van nee, hij is nergens geweest. Hij is gewoon in huis gebleven, die vrouw ook, er werden boodschappen voor ze gebracht. Dus ik zeg, de kans is dan heel klein dat u het hebt. Toen zei hij tegen me, ja, maar ze hebben toch gezegd dat als je onderliggende aandoeningen hebt, dat je het zeker krijgt. Ik zeg, nee, u hebt het verkeerd begrepen. Als je onderliggende aandoeningen hebt en die ziekte krijgt, wordt het moeilijker om het te fighten. Mm-hmm. En ik hoorde eigenlijk dat die meneer best wel kortademig was, omdat hij natuurlijk bekend is met astma. En ik ben zeker een uur met hem bezig geweest met praten, oefeningen doen. Juiste ademtechniek, dat je uitademing langer moet zijn dan je inademing. Dat is gewoon die hele theorie, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En het is echt, als je 4 tellen inademt, 8 tellen uit. 2 tellen in kan ademen in het begin, omdat je niet zo'n grote volume hebt. 4 tellen uit. En dan merk je gewoon dat de persoon rustig wordt. En je kunt je voorstellen, die vrouw kwam gegeven moment aan de lijn. En die had ook haar eigen stressmomenten. Want ze was het gewoon verdrietig om haar man zo zielig te zien. En nu ze begrepen dat er eigenlijk niets aan de hand was. Het was gewoon een angst waarmee de mensen zaten. Want dat is ook gebeurd in deze periode. En dat je dus door middel van praten en oefening dus iemand helemaal rustig kan krijgen. Dat is wel een voldaan gevoel. Dat je toch een positieve bijdrage hebt kunnen leveren. Nou, ik vind het prima. We gaan zo zoetjes aan naar het einde toe. Het blijkt nu dat de 500 besmette gevallen zijn gepasseerd. We staan op 501. Als we vooruit kijken, wat denk je dat ons nog te wachten staat? Zo. Er komen dagelijks nog mensen bij, toch? En niet alleen uit het binnenland, dat was de grootste groep de afgelopen dagen, maar ook gevallen in de stad, toch? Nu weten we ook dat er een heleboel reisgedrag is vanuit het binnenland naar de stad, maar dat er ook mensen in de stad zijn die contact hebben gehad met besmette personen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het derde filmpje gemaakt heb. Het derde filmpje heb ik eigenlijk gemaakt toen de periode aanbrak, de tweede golf in Suriname. Toen dacht ik, oké, nu is het tijd voor het derde filmpje. Want in het derde filmpje leg ik een beetje uit dat bewegen belangrijk is. En ook weer informatie wat ik gehad heb van Aziatische collega's, maar ook van de collega's in Engeland. In Engeland is men heel gauw ook gaan doen aan wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben natuurlijk daar ook de mogelijkheden. Je hebt behandelende specialisten, maar dan heb je ook weer de wetenschappers. En zij hebben al heel gauw ontdekt dat dit virus invloed heeft op het bloedbeeld. Als het virus jouw lichaam binnenkomt, heeft het invloed op de kwaliteit van jouw bloed, de dikte. Je kunt afhankelijk van de ernst, kun je dus bloedklonteringen krijgen, kleine of grote. En als je dus niets daaraan doet, is het gevolg op een embolie of trombose heel groot. En we weten allemaal dat zelfs jongeren aan een longembolie kunnen sterven. Een longembolie is? Een longembolie is eigenlijk een bloedpropje. Wat losschiet, mm-hmm, en dan richting longenhart gaat en dat is dus, kan heel fataal zijn. Dat is ook de doodsoorzaak geweest in Amerika voor veel mensen. Mm-hmm. Oké, nu weten we dat als je heel lang ligt, dat de kans op een trombose heel groot is. Omdat je dus weinig hebt in beweging bent geweest. Ja, is dat bloedstolsel? Ja, vanwege. En dan kun je dus de kans op het ontwikkelen van zo'n bloedstolsel is dan veel groter.
Nu weten de artsen hier in Suriname ook, daar hebben ze ook op tv gezegd, dat ze gelijk bloedverdunners moeten geven ter voorkoming van. En ze hebben dus zelfs aangeraden om een hogere dosering te geven, want dit virus schijnt heel agressief te zijn. Behalve dat ons lichaam een soort defense reactie zou moeten hebben om dingen te fighten, geeft de ontsteking in het lichaam ook een verhoogde stolling in het lichaam. En als deze vorm van een ontsteking ook nog een verhoogde stolling geeft, begrijpen we wat er in het lichaam gebeurt. En in het derde filmpje heb ik wat uitgelegd, ook over een beetje over de spieren. We beginnen eerst met wat simpele oefeningen die de mensen in bed kunnen doen. En het laatste oefeningetje, dat is het meest belangrijke, waarbij de mensen wordt uitgelegd hoe de spierpompfunctie werkt. En dit onderzoek is 10 jaar geleden gedaan, waarbij men heeft onderzocht dat, ook al zou je bij wijze van spreken niet zo'n grote sporter zijn, sta 's ochtends op en doe 20 keren op de tenen staan. Je zet zodanig je spierpomp aan en dat is eigenlijk de krachtboost eigenlijk naar jouw hart toe. En je voorkomt dan een embolievorming, zeg maar, in het lichaam. Doordat je alles steeds bewegelijk houdt en mobiel. En dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik dit filmpje heb gemaakt. Zodat de mensen in de quarantaineplekken, in de isolatie, die niet zo erg ziek zijn, zichzelf kunnen behelpen met de oefeningen. Want ik kan me herinneren dat ze in Nederland fysiotherapie pas later erbij betrokken hebben. In ieder geval niet in de acute ontstekingsfase. Er was ook geen plek op de intensive care voor fysiotherapeuten vanwege een tekort aan PPE-materiaal. Mm-hmm. Oké, maar daarna in de revalidatie is de fysiotherapie wel heel erg belangrijk. Vooral als je op de IC hebt gelegen. Het is een langdurige revalidatie waarbij echt gewerkt moet worden aan de longkwaliteit, longconditie, longcapaciteit, maar ook conditie en uithoudingsvermogen. Oké, hele mooie uitleg. In elk geval, COVID is er voorlopig nog en we moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan. Henriette, bedankt voor jouw bijdrage. Veel succes verder met jouw praktijk. En natuurlijk zijn we benieuwd hoeveel mensen nu nog naar de filmpjes gaan. Bedankt voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Henriette Ons-Emmanuel, fysiotherapeut. En ik denk dat veel mensen natuurlijk erg nieuwsgierig zijn naar waar we die filmpjes kunnen vinden. Op YouTube, zoek op, het makkelijkste is denk ik Frank Ons. Frank Ons. En dan vind je deze filmpjes, hele makkelijke oefeningen die bruikbaar zijn om je te beschermen tegen eventueel een besmetting. Of in elk geval om je fit te houden en je weerbaarder te maken tegen een besmetting. Als je een beetje ziek voelt, dan zijn er ook mooie oefeningen om je tot rust te brengen. En rust is eigenlijk aangehaald als een van de belangrijkste factoren voor de bestrijding van dit virus. Rust, geen paniek. En daarnaast natuurlijk de regels die we zullen moeten blijven hanteren. En dat zijn de afstand bewaren, het ontsmetten van de handen. En natuurlijk, het is nog steeds zo, vermijd grote groepen. Vermijd het om met veel mensen bij elkaar te zijn en in elkaars nek te ademen. Dit was het voor deze keer. Bedankt en graag tot morgen.